We zijn vandaag bij Digital Power kantoor. We gaan samen met de consultants van Digital Power nadenken over een case die we bij PostNL hebben. De case die we vandaag hier in de groep hebben gegooid is om na te denken over één omnichannel uniform servicebeleving rondom de vraag wanneer wordt mijn pakket bezorgd. Voor ons een heel belangrijk onderdeel is een stuk inspiratie richting de consultants. En hier worden we wel gechallenged door PostNL van oké, allemaal slimme koppen bij elkaar en proberen ze een oplossing te bedenken in een hele korte tijd. Wat wij hebben bedacht zijn veelal oplossingen hoe je op de website iemand er eigenlijk van kan weerhouden dat hij gaat bellen. Dat er proactiever moet gaan zijn met hoe de klant gaat benaderen. En dat willen we gaan doen met een stukje informatievoorziening met behulp van een sms-service. Wij richten ons vooral op het inzichtelijk maken van de hele journey. Wat gebeurt er als er een telefoontje binnenkomt of in ieder geval een klant terugkomt met de vraag van waar is mijn post? We zitten echt met z'n allen om tafel. Je spreekt collega's die je niet elke dag op kantoor ziet. Dus het is altijd leuk om weer te zien van, oh ja, die weet daar heel veel van of die weet daar heel veel van. En ook ja, om kennis te delen en zo weer van elkaar te leren. Dan merk je weer dat je echt een saamhorig bedrijf bent. Onwijs leuke dag. Heel interessant om te horen hoe de verschillende groepen zijn omgegaan met de case. Het is echt hele mooie concrete ideeën gehad waar we volgende week al mee aan de slag kunnen. Een mooie dag. Ja, geweldig. Het is een goede dag geweest, een mooie dag geweest. En vooral verwachtingen overtroffen van PostNL. En dat was voor ons het belangrijkste.